één aspect waarover die Bijbel nog nooit doekjes omgedraaid nie, is dat God een God van oordeel is. Kort voor lang en op een of andere manier gaan daar een oordeel wees. Een oordeel wat die hedendaagse wereld toch so brood nodig het. Ja, één is aan die kom. Een wat God als die rechter van die ganse aarde zelf zal brengen. In die verband voeg Paulus bij: elkeen van ons zal dus oor ons eie doen en laten voor God verantwoording moet doen. Romeine 14 vers 12, Nieuwe Lewende Vertaling. Dit maak een mens nogal benauwd, nie waar nie. Om rekenskap te geven voor God, die God aan wie die diepste geheime bekend is. Hy wat elke daad gaan beoordeel, ook wat jij in die geheim gedoen het, of dit goed of kwaad is. Prediker 12 vers 14, Nieuwe Lewende Vertaling. Nietemin, openbaar die oordeel uiteindelijk die goedheid en genade van God, dat hij rechtvaardig en barmhartig in sy optrede teenoor die verlostes en selfs die verlore gaandes is. Hierdie week bekyk ons die dieper thema's van die oordeel met betrekking tot die groot stryd wat in die heelal woed. Ons kyk vooral wat gebeur wanneer Godse getrouwe kinders self voor die onafwendbare toekomstige oordeel te staan kom. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 29 April.